Yo, welkom bij Geld op geld! De beurs is weer wat aan het zakken. Er is weer wat meer negativiteit. We staan weer bijna op hetzelfde punt als een paar weken geleden. Toen het leek alsof we een soort van bodem hadden gevormd. Omdat de beurs erna flink is gestegen een hele korte tijd. Maar nee hoor, we zijn weer ongeveer terug bij af. Zullen we nog lager gaan? Of is het nou juist een mooi moment om bij te kopen? Wat ga ik zelf doen <laughs> laten we het doornemen? Dit is een overzicht van de SP500. En SP500 staat nu vandaag 0,85% ongeveer in de min. De beurs is nog open en de beurs is heel volatiel, dus het kan echt nog alle kanten op gaan. Maar dit is wel een flinke min. Zeker ook omdat afgelopen vrijdag een hele slechte dag was voor de beurs. Voor eigenlijk alle indexen. En dat zien we hier ook aan deze gewoon rechte lijn omlaag. En dat is eigenlijk wel jammer, want het leek alsof we hier een paar weken geleden een soort van bodem hadden gevormd. Omdat we ook daarna recht omhoog zijn gegaan. Een stijging van uh, ongeveer 10% volgens mij. Ja, ongeveer 10%. Maar al dat rendement hebben we nu ongeveer ingeleverd, omdat we weer ongeveer terug bij af zijn. Wat gaat er nu dan ook gebeuren? Gaan we misschien weer terug naar deze supportlijn? Zeg ongeveer deze lijn hier. Het leek alsof we hier wat support hadden gevormd, alsof we terug aan het bounce waren vanaf dat punt en flink omhoog zijn geschoten. Gaan we weer terug naar die lijn? Ik denk dat die kans eigenlijk wel vrij groot is. Maar het zal wel heel erg afhangen van de kwartaalcijfers die de komende week komen. Um, wat ik zelf ga doen is: nou, ik blijf gewoon bijkopen bij Dalingen. Uh, mochten we weer naar deze lijn gaan, zal ik zeker weer het een en ander bijkopen. Maar ik hou ook zeker nog wat cash aan de zijlijn. En ik wacht nog even de kwartaalcijfers af. Uh, afhankelijk van die cijfers kunnen we, denk ik, ook echt alle kanten op gaan. Uh, maar goed. Als we even kijken naar de NASDAQ, is het redelijk vergelijkbaar. Maar de NASDAQ staat vandaag toch 0,18% in de plus. Uh, veel groener dus dan de SP 500. Um, wat wel ook echt heel erg in de plus staat, is de FIX, oftewel de Volatiliteitsindex. Was een paar weken uh, wat minder uh, volatiel, wat lager wat betreft de fix. En is nu echt omhoog gespijkt. Omdat we zulke dalingen zien, is er dus ook veel meer volatiliteit. Dan nou, laten we een hoop aandelen doornemen die echt wel heel interessant zijn. Netflix natuurlijk. Vandaag weer een min van 3,9%. Netflix blijft maar dalen, dalen en dalen. Als je het mij vraagt, wordt Netflix echt wel steeds interessanter. Uh, ook al is er heel veel negativiteit op dit moment rondom Netflix, we willen heel veel mensen niks hebben van Netflix. Uh, ga ik hem zelf ook nog niet aanschaffen, maar ik denk echt wel dat het een hele interessante wordt op dit moment. Ik denk dat als we kijken naar Netflix van het afgelopen jaar, dat hij hier rond die 700 dollar echt totaal niet interessant was. Veel te hoog gewaardeerd, terwijl heel veel, vooral particuliere beleggers, Netflix hier wel interessant vonden. Denk ik zelf dat hij nu juist vanwege deze daling veel interessanter is geworden. Puur vanwege de waardering. Tuurlijk gaat het slechter met Netflix. Tuurlijk staat Netflix er nu misschien wat slechter uh, voor dan een half jaar geleden. Maar Netflix is ook gewoon gedaald met iets van. 70% ten opzichte van een half jaar geleden, waardoor die echt wel interessanter is geworden. Facebook is ook aan het dalen. Nou, vandaag een kleine mini plus van 0,12% op dit moment. Maar die zal ook nog waarschijnlijk alle kanten op gaan. Staat uh, nu op 184 dollar uh, per aandeel. En ik ben heel erg benieuwd naar de cijfers die deze week gaan komen. ASML vandaag ook een flinke min, min 4%. Terwijl ASML eigenlijk prima cijfers bekend had gemaakt uh, afgelopen week. Nou, zoals we hier zien was uh, ASML ook flink gestegen nadat ze cijfers bekend hadden gemaakt. Nou, en al dat rendement hebben ze nu ondertussen ook ingeleverd. En ASML staat nu op ongeveer hetzelfde punt als gewoon een jaar geleden. En dat terwijl ASML het eigenlijk heel erg goed doet. Uh, ASML zelf staat er nu een heel stuk beter voor dan een jaar geleden. Maar het aandeel heeft eigenlijk niks gedaan in een jaar tijd. Is zelfs een heel stuk lager nu dan zeg ongeveer een half jaar geleden. Amazon is ook zo'n aandeel dat uh, flink is gedaald eigenlijk wel. Amazon doet nu al een paar jaren eigenlijk niks. Als we kijken naar de afgelopen vijf jaar is Amazon natuurlijk flink gestegen, maar nu staat Amazon op ongeveer hetzelfde punt als hier zo twee jaar geleden ongeveer, terwijl ook Amazon echt flink is gegroeid, flink is uitgebreid met van alles nog wat bezig is, flink aan het investeren zijn, maar het aandeel heeft twee jaar lang gewoon niks gedaan en ik heb zelf ook Amazon afgelopen vrijdag gekocht omdat hij gewoon flink was gedaald. Nvidia is ook wel flink aan het dalen, wordt denk ik ook steeds interessanter. Warner Bros. Discovery, een van mijn grootste posities, staat nu ook op ja, ongeveer het laagste punt in een hele lange tijd. Uh, onder andere ook gewoon omdat Netflix uh, slechte cijfers bekend heeft gemaakt. Flinke daling en slechte vooruitzichten wat betreft het aantal abonnees. Um, dat betekent niet dat Warner Bros. Discovery het slecht doet, maar dat betekent wel dat um, Netflix problemen heeft, waardoor misschien Warner Bros. Discovery ook problemen heeft. Heel benieuwd naar die cijfers ook. En ja, ik denk zelf dat Warner Bros. ook een hele interessante is. Ook echt vooral vanwege de lage waardering. En zo zijn er nog heel veel aandelen die natuurlijk nu op vrij lage punten staan, op lage waarderingen. Maar wat vooral vandaag ook flink is gedaald, is olie. Olie is vandaag met 6,5% gedaald. Staat nu weer een stuk lager dan ongeveer 100 dollar uh, per barrel. En heel veel van die olie-aandelen staan vandaag ook flink in de min. ExxonMobil, de grootste, vandaag 5,7% in de min. Uh, terwijl natuurlijk ExxonMobil de afgelopen maanden juist flink is gestegen. De afgelopen zes maanden is ExxonMobil flink gestegen, terwijl dus heel veel andere, bijvoorbeeld groeiaandelen, tech-aandelen allerlei aandelen flink zijn gedaald. Chevron vandaag ongeveer naar nou, bijna 4% in de min. Knockoff Philips min 6,3%. Onze Shell min 5,6%. En al deze aandelen, ook Shell, doet het nou, de afgelopen zeg, ongeveer zes maanden heel erg goed. Maar nu zien we ook dalingen bij uh, die oliebedrijven, bij heel veel waarde- en dividendaandelen. Terwijl heel veel beleggers nu juist in die waarde- uh, en aandelen, dividendaandelen en ook olieaandelen uh, stappen, denk ik zelf dat dat echt totaal niet interessant is. Ik denk zelf dat omdat heel veel van die beleggers nu in die waarde en dividend aandelen zijn gestapt dat ze minder interessant zijn geworden en dat juist aandelen als een Nvidia, als een Amazon, als een ASML, als een Facebook, misschien ook als een Netflix juist interessant zijn geworden omdat ze zo flink zijn gedaald. Ik denk echt dat het juist goed is om vaak het tegenovergestelde te doen van wat het sentiment doet en dat zal ik ook gewoon blijven doen. Wat trouwens ook heel slecht is voor onder andere olie en ook voor sentiment is wat er gaande is in Shanghai met lockdowns. Uh, en nu misschien ook binnenkort bij Beijing. Want het gaat er niet goed aan toe. Wat ook echt wel zorgt voor heel veel negativiteit. Uh, wat ook niet goed is voor olieprijzen. En wat ook niet goed is voor Chinese aandelen zoals hun Alibaba. Alibaba doet het ook echt heel erg slecht. Uh, mocht Alibaba weer richting nou, eigenlijk deze waardes gaan, dus zeg even rond de 77, 76 dollar, zal ik hem ook heel graag weer bijkopen en een grotere positie uh, willen maken. Ga ik nog niet doen, omdat Alibaba voor mij al een vrij grote positie is. Uh, ook heel veel negativiteit rondom China, rondom aandelen zoals in Alibaba. Maar voor de lange termijn denk ik zelf ook dat het gewoon hele interessante zijn. En ik blijf gewoon aandelen kopen die dalen. Als we even kijken naar de beurs, is het misschien lastig op dit moment omdat er dalingen zijn om bij te kopen. En ik weet het, het is nooit leuk op de korte termijn. Maar voor mensen die daar moeite mee hebben, zou ik echt zeggen: zoom eens uit. Want als je uitzoomt, als, je, als we even kijken naar wat bijvoorbeeld de NASDAQ heeft gedaan de afgelopen vijf jaar of misschien nog veel langer. De NASDAQ is natuurlijk gewoon vooral omhoog gegaan. Als we kijken naar de SP500, hetzelfde verhaal. We zien weer diezelfde lijn uh, als net. Maar de SP 500 gaat gewoon over de lange termijn omhoog. En de beurs gaat over de lange termijn gewoon omhoog. Met natuurlijk hier en daar dalingen. Die dalingen zullen er altijd zijn. Maar dalingen zijn over de lange termijn gewoon koopmomenten. Wat de beurs over de korte termijn gaat doen, dus zeg even uh, nu, gaan we nu dus inderdaad vanaf, uh, even kijken, even uitzoomen, vanaf deze lijn gaan we dan omhoog. Dat zal echt heel erg afhangen van gewoon de kwartaalcijfers. We krijgen deze week kwartaalcijfers van gewoon de grootste bedrijven ter wereld. Van Microsoft, van Google, van Apple, Amazon, Meta, PayPal gaat cijfers bekendmaken, Twitter, heel veel grote dividend ook, als inderdaad ook olie aandelen op vrijdag, als er was een ExxonMobil en een Chevron. Heel veel verschillende bedrijven komen deze week met kwartaalcijfers. En die cijfers zullen gewoon alles bepalend worden voor de beurs nu. Waarschijnlijk ook voor de beurs voor de komende paar maanden. Gaan bedrijven ook wat zeggen over bijvoorbeeld inflatie, uh, over het sentiment, over vooruitzichten. Nou, dat zullen hele belangrijke dingen worden voor de korte termijn. Maar als we kijken naar de langere termijn, zijn gewoon alle dalingen koopmomenten. Kijk, de beurs gaat over de lange termijn vooral omhoog. Ik denk dat dit een hele mooie afbeelding is. Die gewoon laat zien dat we vooral bull markets hebben op de beurs. Dus dat de beurs echt vooral omhoog gaat. En tuurlijk hebben we ook bear markets. Dat is dus hier in het oranje. Dus bull markets zijn blauw en bear markets zijn oranje. Die hebben we altijd. Er zullen ook altijd dalingen zijn. Er zal altijd negativiteit zijn. Er zal altijd wat gaande zijn. Of het nou een oorlog is of een pandemie. Of misschien uh, negativiteit tussen Rusland en Amerika. Of Rusland en Oekraïne. Of Amerika en China. Of iets totaal anders. Er zal altijd iets spelen op de beurs. Er zal altijd negativiteit zijn. Maar de beurs gaat gewoon vooral omhoog. De beurs gaat bijvoorbeeld hier uh, met 267% omhoog in ongeveer 7 jaar tijd. Hier met 125% in 6 jaar tijd. 228% in 5 jaar tijd. 582% in 12 jaar tijd. En nu hadden we laatst ook een flinke, hele lange bullrun. Ongeveer 400% in 11 jaar tijd. En we hebben natuurlijk ook dalingen. We hebben dalingen van ongeveer 33%, van ongeveer 17%, van 31%, 26%, 22%, 28%. Hier zelfs van 36%, hier van 51,9% tijdens de kredietcrisis in 2020. Uh, 33,9% en nu is de beurs ook wel flink gedaald. Gaan we nu misschien weer richting de 33% of richting de 27%... of misschien zelfs naar de 50% of meer? Geen idee. Alles is in principe mogelijk op de beurs. Zeker als er heel veel negativiteit opstapelt... en er speelt van alles nog wat. En nu speelt er ook van alles nog wat. Maar als we kijken naar de lange termijn... gaat de beurs gewoon vooral omhoog. Hebben we gewoon vooral bull markets... zoals hier ook te zien in het blauw. En mochten we inderdaad wel veel lager gaan... Zo so be het. Heel vervelend voor de korte termijn. Maar dat zorgt gewoon voor hele mooie koopmomenten. Zodat we op de lange termijn veel meer rendement kunnen behalen. Dus wat ga ik nu doen? Hetzelfde. Hoe lager we gaan, hoe meer ik ga bijkopen. En dan hoop ik natuurlijk weer dat je op die like klikt. En dat het een leuk en interessant filmpje was. Even een korte update over wat er gaande is bij een aantal aandelen die flink aan het dalen zijn. Waardoor ik denk dat ze alleen maar interessanter worden. Even een update over wat er gaande is met olie. Olie is aan het zakken. Een aantal aandelen die in olie zitten zijn ook aan het zakken. En even een update over wat ik van plan ben om te doen. Ik blijf gewoon kopen bij dalingen. Ik blijf nog wel wat cash aan de zijlijn houden. Zeker ook voor het geval we misschien wat negativiteit krijgen tijdens deze kwartaalcijfers. Misschien wat negativiteit rondom de cijfers zelf, of inflatie of vooruitzichten. Mocht dat zo zijn, dan zouden we eventueel hele mooie aanbiedingen kunnen krijgen. En ik blijf gewoon kopen bij dalingen. En daardoor denk ik dat ik het op de lange termijn heel erg goed ga doen. En dat zou ik weer zeggen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer weer. En later.